Binnenkort stemt het Europees Parlement over TTIP, dat omstreden vrijhandelsverdrag tussen de EU en Amerika. Dat TTIP moet de handel bevorderen en een eind maken aan verschillende eisen voor bijvoorbeeld apparatuur of voor voedsel. Ook Nederlandse ondernemers krijgen te maken met de gevolgen van dit internationale verdrag. En medische implantatenmaker Michael Berends is een voorstander. Maar varkenshouder Jan-Willem Boer ziet de bijl hangen. Jan-Willem Boer is varkenshouder in een mooi stukje Nederland. Hij heeft de laatste jaren bijna een miljoen euro geïnvesteerd om te voldoen aan de strengste eisen op het gebied van duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn. Wat hebben deze varkens eigenlijk te maken met het TTIP-handelsverdrag? Nou, wij zijn heel hoog in de kwaliteit, zeer duurzaam. En dat zijn de Amerikanen niet. Onze kostprijs ligt nu al 19 cent hoger als de gemiddelde Europese kostprijs. Wij kunnen absoluut niet mee met de goedkope Amerikaanse manier van produceren. En de manier van produceren die is absoluut niet onze standaard. Er zijn ook bedrijven die de toekomst juist zonnig inzien als de handelsbarrières tussen Europa en Amerika door het TTIP-verdrag verdwijnen. Zoals het bedrijfje Xilok uit Sittard. Wij maken patiëntspecifieke implantaten ter vervanging van gedeelte van het menselijk skelet. Zien we een stukje schedelmest, maken wij een perfect passend dekseltje om die patiënt weer op een menswaardige manier te reconstrueren. En hoe maken jullie dat? Dat doen we met behulp van 3D-printtechnieken. Produceren we een dergelijk implantaat. En hier is vraag naar over de hele wereld? Ja, dit is een product wat we de eerste 3 jaar van Xilok ook in Europa weggezet hebben. En nu is het tijd om ook op andere werelddelen actief te gaan zijn, waaronder Amerika. Veel artsen werken nu nog met een ter plekke aangebrachte 2-componenten-klei om bijvoorbeeld een schedel te reconstrueren. Maar het bedrijf van Berends loopt voorop met het toepassen van nieuwe 3D-technieken. De voordelen daarvan zijn enorm en er is daarom ook buiten Europa al veel vraag naar deze implantaten. Ik heb al klanten in Amerika die zodanig graag ons product willen dat we de patiënt uiteindelijk naar Europa vliegen om die patiënt van ons product te voorzien. Maar tegelijkertijd als jonge start-up struggelen we best wel wat met het toetreden in Amerika. Omdat je daar opnieuw heel de wet en regelgeving door moet lopen die je eigenlijk in Europa al goedgekeurd hebt. Alle certificaten, normen en kwaliteitstesten moeten helemaal overnieuw gedaan worden bij de Amerikaanse tegenhangers van Europese instanties zoals de ISO-norm. Daar zijn we ongeveer 9 maanden tot 1,5 jaar mee bezig, per product, per materiaaltype en per proces. Een jonge starter met een innovatief product, een veehouder met oog voor duurzaamheid. Allebei kunnen ze te maken krijgen met de gevolgen van het Transatlantic Trade and Investment Partnership, kortweg TTIP. Het moet de handel eenvoudiger maken door elkaars regels te erkennen. Goed idee vinden veel bedrijven, maar tegenstanders zien het verdrag als een paard van Troje. Amerikaanse bedrijven die geen boodschap hebben aan Europese regels op het gebied van bijvoorbeeld milieu en voedselveiligheid, zouden de Europese markt met goedkope producten overspoelen. En die angst leeft ook bij varkensboer Jan-Willem. Zie je dat ook als een bedreiging voor jouw bedrijf? Absoluut. We hebben zwaar geïnvesteerd in luchtwassers, in zeer duurzame productie. Welzijn van de varkens, ze hebben meer licht, ze hebben meer ruimte. Wij kijken naar het koper en het zinkgebruik, allerlei extra maatregelen. Wij kunnen absoluut niet tegen de Amerikanen op. En hoe snel zou dat kunnen gaan, hè? Als die markt dan open gaat, hoe snel ga je dat merken? Ik denk ontzettend snel, omdat we nu de Russische markt al missen. Het is nu al moeilijk. Ook de Nederlandse Vereniging van Varkenshouders maakt zich zorgen over TTIP. Want buitenlandse bedrijven die vinden dat ze door te strenge overheidsregels expres worden tegengewerkt, kunnen met dit nieuwe verdrag een land aanklagen. Als dadelijk een Amerikaanse bedrijf gaat investeren in bijvoorbeeld Nederland en het beleid wordt gewijzigd, dan kan dat bedrijf een land aansprakelijk gaan stellen. Dus we moeten oppassen dat we dadelijk niet aan 3 kanten verliezen zijn. Dus dat we duurder moeten produceren, dat aan de achterkant dadelijk varkensvlees de Europese markt opkomt die aan de hand van lage standaarden is geproduceerd. En dat we dadelijk ook nog eens aangeklaagd worden omdat ons beleid te streng is. Ik denk dat het belangrijk is dat er mensen voor en tegen zijn. Zodat heel scherp gekeken wordt naar de manier waarop ze deze regelgeving gaan implementeren. Maar in mijn sector, de medische sector, zou het echt een groot voordeel zijn als ze dat gaan harmoniseren. Dan wordt het voor ons makkelijker om naar Amerika te gaan. Kansen en bedreigingen dus door TTIP in de studio in Straatsburg, waar het Europees Parlement deze week vergadert. D66 Europarlementariër Marietje Schaken. Mevrouw Schaken, goedenavond.
Goedenavond. Die varkensboer die is bang dat hij uit de markt gestoten wordt door de Amerikanen, die veel goedkoper vlees weten op de markt te brengen. Hoe gaat u dat voorkomen? Nou, ik begrijp dat die zorgen leven, want we hebben in Europa hoge standaarden als het gaat om het milieu, om voedselveiligheid en om dierenwelzijn. En die standaarden koesteren we ook. En zorgen zoals deze varkenshouder aangeeft, hebben wij aangekaart bij de onderhandelaars. Dat is de Europese Commissie die dat namens Europa doet. En zij hebben ons verzekerd dat die standaarden niet omlaag gaan. Dus er kan niet zomaar op een andere manier geproduceerd varkensvlees de Europese markt overspoelen. Als wij die standaarden hoog houden, dan moeten Amerikanen zich daar ook aan houden. Dus u garandeert deze varkensboer dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over goedkoop Amerikaans varkensvlees op de Nederlandse markt. Of bijvoorbeeld zijn collega de kippenboer over chloorkippen. Precies. De chloorkip is inderdaad geen risico, want die komt niet door TTIP de Europese markt op. Ik begrijp dat het een belangrijk symbool is, maar gelukkig komt die er niet. Nee. U geeft die garantie dus. Kent u wel alle economische effecten van dit nieuwe vrijhandelsverdrag met Amerika? Kent u die effecten? Nou, je kunt nooit in de toekomst kijken, maar we weten wel wat handelsverdragen in het verleden hebben opgeleverd. En we luisteren heel goed naar wat bijvoorbeeld ondernemers, zoals de verhalen die we net hoorden, wensen en wat hun zorgen zijn. En we kunnen ook kijken naar wat er mogelijk is in verschillende sectoren om ervoor te zorgen dat onnodige regels weg worden genomen, dat samenwerking met Amerika beter wordt, zodat we bijvoorbeeld ook kunnen compenseren dat inderdaad die Russische markt dicht is. Dus we kijken heel goed naar wat we al weten uit het verleden en hoe we zo goed mogelijk kunnen afspreken dat er geen ongewenste effecten zijn van een handelsverdrag. Nou, u zegt je kunt niet in de toekomst kijken. Hoe weet u dan zo zeker dat de voordelen van de TTIP zullen opwegen tegen de nadelen? Omdat je probeert slimme beslissingen te nemen, je kunt natuurlijk wel kijken hoe de markt eruit ziet, waar we goed in zijn. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we een heleboel zuivelboeren en zuivelproducten die nu door gecompliceerde en ook langdurige douaneprocedures moeilijk de Amerikaanse markt opkomen. Soms zijn er in Amerika invoerheffingen. Nou, je kunt gewoon heel precies uitrekenen wat het zou opleveren als die invoerheffingen worden weggenomen. Ja. En dat soort concrete resultaten willen we bereiken om de samenwerking met Amerika en de export van met name het midden- en kleinbedrijf naar Amerika veel makkelijker te maken in de toekomst. U blijft voorstander, ondanks de protesten die er zijn uit allerlei hoeken tegen de TTIP. Even een iets heel anders heet dat dan. Uw recente bezoek aan Iran heeft nogal wat stof doen opwaaien. Het ging om uw kleding. U was gekleed in een legging, een jas en een blauwe hoofddoek. Ik vond er eerlijk gezegd keurig uitzien, maar ik geloof dat Iraanse parlementariërs daar anders over dachten. Zij vinden dat u de islam te schande heeft gemaakt. Wat zegt u tegen deze parlementariërs? Nou, ik had graag gewild dat ze het direct tegen me hadden gezegd. Het is helaas zo dat ook bezoekers en politici uit andere landen zich aan regels moeten houden van de Islamitische Republiek. En er is eigenlijk altijd ophef gekomen als vrouwelijke politici naar Iran kwamen. Dus in die zin is het niet verbazend. Gelukkig heb ik wel ook allerlei hartverwarmende berichten gekregen van zowel mannen als vrouwen uit Iran. Dat ze heel blij waren met de discussie die loskwam en met de vraagtekens die je ook kan plaatsen bij het verplicht dragen van een religieus symbool. Dus de discussie lijkt heel erg losgebarsten in Iran. En ik hoop natuurlijk dat het voor wat meer vrijheid zou zorgen in het land. Want de onderdrukking is heel stevig en daar hebben Iraniërs natuurlijk veel meer last van dan ik. Hartelijk dank, Marietje Schaken vanuit Straatsburg.